Hey beste kijkers, goed dat jullie er weer zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Tips en Trucs. Wat ik jullie vandaag gaan laten zien, hoe je een pomp vervangt bij een vloerverwarmingsverdeler van de stadsverwarming. Dus we hebben nu nog een pomp zitten, die is label H. Die verbruikt minimaal 40 watt en maximaal 250 watt. Die gaan we vervangen door een pomp, label A. En die is minimaal 3 watt en maximaal 20 watt. Dus hier zit de oude pomp. Dus die gaan we vervangen. Dus wat we eerst doen, stekker eruit. Wordt het systeem spanningsloos. En dan gaan alle thermische afsluiters, die gaan dicht. En dan zetten we hier in de kast de aanvoerende retour dicht, richting de verdeler. En deze afsluiters zetten we ook dicht. Zo stroomt er geen water van boven naar beneden. Deze ook. Zetten we hier een afvalstijltje onder. Draai je deze open. Komt er een klein beetje water uit. Deze laten we eventjes zo staan. Wat we dan doen is de aanlegthermostaat. Die zit hier. Die gaan we er even afhalen. Dus die kan je gewoon loshalen. Dan knippen we de kabel door. En wat je dan altijd als eerste doet, is een spuitje bovenop de koppeling. Spuit je een beetje WD-40. En dat laat je heel rustig in de koppeling lopen. Dan haal ik hier de bovenkant eraf. En dan ga je met een grote bako draaien die wartel los. Maar zit die wartel nou heel erg vast, dan pak je een hamer en dan sla je heel voorzichtig op de vlakke kant. Dan springt de koppeling los. En dan soms nog een beetje extra WD-40 ertussen. Dan sla je erop. Dan draai je de pomp. En dan sla je hem op de andere kant. En dan springt je koppeling los en dan kan de WD-40 erin trekken. Dus ga niet met een hele grote zweet op die koppeling, want dat werkt niet. Gewoon WD-40, zit die echt vast. Met de hamer op de koppeling slaan en dan kan je hem zo losdraaien. Draai de koppeling los. Op het moment dat je de koppeling losdraait, pakt die lucht. En dan zie je gelijk dat die hier in het bakje loopt. Dus dit is de oude pomp. Minimaal 40 watt, maximaal 250 watt, klasse H. Deze heeft een inbouwmaat van 18 centimeter. En hier zat dan die oude pomp. Altijd even goed controleren of de rubbertjes er niet tussen zitten nog. En die vlakke kant even schoonmaken. En stroomrichting in dit geval is van beneden naar boven. Dus als je een nieuwe pomp plaatst, moet je daar even op letten. Dus dit is de nieuwe pomp. Ze leveren altijd van de isolatieschalen erbij, maar die passen in dit geval niet. Hier hebben we twee ringen van de pomp bij zitten. En een stekkertje voor het stroom. En let op de stroomrichting. Die is in dit geval staat hij omhoog. Maar soms dan zit hij ondersteboven en dan is het wel zo netjes dat je zorgt dat het huis recht staat. Of soms zit hij zo. En als je deze vier inbusjes loshaalt, dan kan je de kop dus draaien. En wat ik eerst doe, dan draai ik eerst de onderste koppeling vast. Zodat ik hierboven zoveel mogelijk speling heb om die ring ertussen te krijgen.
Maar soms zit het vrij strak en dan krijg je die ring er niet tussen. Wat je dan kan doen, dan doe je heel voorzichtig hier tussen een schroevendraadje. En dan dip je hem iets omhoog. En dan krijg je die ring ertussen. Dus de onderste zit vast. Een ring ertussen. Een beetje wiebelen. Dan kan je deze koppeling laten vallen. En dan kan je hem erop draaien. Zo, die zit ertussen. Dus alleen nog stroom aansluiten. En de maximaal thermostaat terugplaatsen. En dan zit hij ertussen. De maximaal thermostaat zit er weer op. Die staat hier op 55 graden. Dus op het moment dat de aanvoer heter wordt als 55 graden, gaat de pomp uit. En je krijgt hier al zo'n stekkertje bij. En dan zit hier een lipje. Dan moet je hier alles tegelijkertijd in doen. En dan trek je het lipje los. En dan zit hij vast, maar dat vind ik gruwelijk irritant. Vroeger had je gewoon schroefjes zitten. Dus wat ik altijd doe, ik haal deze eruit. En ik duw hier gewoon mijn schroevendraaier in. Dan gaat hij open. En dan kan je gewoon op je gemak, draadje voor draadje, kan je hem erin duwen. Dus nu is die aangesloten. Schuif je deze terug. Klik eroverheen. Vastdraaien. En klaar. Nou, de pomp staat te draaien. Hiermee kan je hem hoger of lager zetten. Stand 3, 2, 1. Voor als je gewoon een heel statische verdeler hebt. Auto-adapt gebruik ik zelf bijna nooit. En dit is proportionele druk. Stand 1, 2, 3. En deze gebruik ik altijd als je dus thermische motoren hebt. Dan kan je hier drukken. Dan zie je de kubus per uur. 1600 liter per uur. Met 19 watt. En zo kan je dus heel simpel je pomp vervangen van label H naar label A. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Laat even weten wat je van het filmpje vindt. Uiteraard even een duimpje omhoog en dan zie je mij de volgende keer.